Lieve monseigneur, lieve mevrouw, hartelijk welkom in Kruipingen, te bewonderen waar tussen gezegd wordt dat hier lieve mensen wonen. En waar veel op de katholieken gratis met katholiek te worden. Dit is wat wij vandaag in aanwezigheid van de koninklijke opgever willen brengen. Monseigneur, mevrouw, u heeft ook al enkele keren mogen ervaren. Wat een burgerlijk feit is, een geboorte. Het is goddelijk een nieuwe mens om de weg te kunnen zetten, maar ook een immense verantwoordelijkheid in de toekomst. En dan is het Jezus. Vertel maar hier aan de kinderen, zeg het aan de jeugd, vraag het aan de jongeren. Vandaag is er nood aan een nieuw wereldbeeld. Een inderdaadse renaissance en willen van de verloren waren en bronnen. En nieuwe dingen kunnen kansen geven. De grenzen die naar elkaar betekenden, maar het laatste waar culturen en volken zich scheiden van elkaar en elkaar bevochten. Wij geloven van een nieuwe wereld, waar grenzen de plaatsen zijn waar mensen elkaar verwelzen. Het is in de plaats dat het project over elkaar voor digitaal, terwijl ik gewonden gaat met jonge mekaar voor een nieuw verhaal. Lieve Britten en Prinses, lieve mensen allemaal, laten wij geduldig zijn en oneindig lief voor elkaar. Dat is het begin van een boeiend mercatorjaar. Monseigneur, mevrouw, hartelijk dank voor uw aanwezigheid.
Thank you.
Thank you.